Vandaag heb ik in de studio uitgenodigd Steven Debbie Persaat en dat is de voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname. Meneer Debbie Persaat, welkom in de studio. Goedemiddag, Sam. U bent, nadat u 8 jaar heeft gezeten in het bestuur van de VES, nu de voorzitter. Andere verantwoordelijkheid, hoe verloopt deze verantwoordelijkheid tot nu toe? Zwaar, het is druk, maar ook druk en leuk. Druk en leuk. Heeft u bepaalde doelen gesteld voor u? Ja, precies. Dus ik heb persoonlijke doelen en uiteraard verenigingsdoelen. De VES is dit jaar 50 jaar oud en dat zullen we niet zomaar voorbij laten gaan. Dus een lustrumjaar, een bigiari, vul je op een heel speciale manier in. En het is dubbel zo speciaal omdat ons land ook op een speciale plaats staat in de geschiedenis. Dus we proberen die aanverwantie te vinden aan programma's. Leuke activiteiten, maar vooral die boodschap naar de samenleving van wat de mensen kunnen verwachten dit jaar van de economie. Persoonlijk is het dus de bedoeling dat de VES nog groter groeit, nog meer leden krijgt, want uiteindelijk zijn we de belangrijkste, de grootste vertegenwoordiging van de beroepsgroep economen in Suriname. En hoe is de AWAS? Heb je jonge mensen die zich aansluiten bij de VES? Ja, uiteraard. En belangrijk is dat je nieuw kader, vers kader krijgt in je vereniging, maar vergeet vooral ook niet de wat oudere economen, die zijn ook altijd welkom. Jaarlijks hebben we tussen de 10 en 14 nieuwe leden. Nieuw betekent niet per se jong, maar dat hoeft voor mij ook niet specifiek. Sinds januari merken we dat we dit aantal in 2022 ruimschoots gaan overtreffen. Dus dat is ook zeer positief voor ons. En waarschijnlijk betekent het dat heel veel mensen in Suriname willen weten wat er gebeurt met de economie en hoe de VES daarover denkt en vooral een bijdrage hierin wil leveren. Wat gebeurt er met de economie? Kunnen we praten over stabiliteit van de economie op dit moment? Ja, precies. Dat is een goed gekozen woord. Ik ben daarom voorzichtig met het woordje groei. We hebben een stabiele situatie in de economie. We hebben als eerste een stabiele wisselkoers sinds juni vorig jaar. En dit is een heel speciaal jaar voor ons Surinamers. 2022 is het jaar dat we moeten kruipen uit het dal. Het dal dat zo diep was geworden na jaren van inkrimping. Eigenlijk is het ergens van 2019 begonnen. Ja. 2020, 2021. Met die nodige kracht, hard en smart werken, kunnen dit jaar er bovenop komen. En het IMF heeft daarom ook een prognose dat we een positieve groei gaan doormaken dit jaar. Maar let wel, prognose, dus het zal niet vanzelfsprekend gebeuren. Maar dit is een heel belangrijk jaar in onze geschiedenis, in onze historie. Dat we dus die dingen moeten doen om er bovenop te komen. Om in de toekomst weer harder en beter te groeien. Kunnen we zeggen dat Suriname het goed doet aangezien de tweede tranche van IMF deze maand binnenkomt? Juist, dat is een goede conclusie en een goede voorzichtige conclusie. Het IMF is positief over wat er in principe het grotere IMF-akkoord hebben gehad in december. Dus zoveel tijd is niet daartussenin verstreken. Maar wat tot nu toe is gedaan, is positief beoordeeld. We wachten nu als land op een goedkeuring van het IMF en dat zal later deze maand gebeuren. Met die goedkeuring komt direct weer $55 miljoen vrij. Dus we hebben nu een programma met het IMF waarbij op kwartaalbasis wordt gekeken wat gehaald is. Er wordt dan ook bekeken met de autoriteiten van als bepaalde dingen niet gehaald zijn, kan het straks gehaald worden over een paar weken. Dus dit is een positief moment. Ik denk ook dat het IMF wat flexibiliteit heeft gehad voor deze eerste meeting. Maar dat zometeen, als de volgende meeting is, en dat zal ergens van voor juni zijn, dat wel wat strakker wordt gekeken. En eigenlijk is dat ook het verhaal dat ik wil brengen. Ofschoon ik positief ben over 2022, is dit ook een jaar van pijnlijke maatregelen. En die pijnlijke maatregelen moeten dus, er moet ook een zuivere boodschap van die overheid zijn. Omdat pijnlijke maatregelen gedragen worden door burgers, door de consument, door bedrijven. Als die overheid vertrouwen wekt en dat in samenspraak doet, in samenspel met die samenleving, gaan mensen ook bereid zijn om die offers te brengen. De huidige regering geeft steeds aan, de crisis is vanwege de vorige regering. Is dit argument terecht? Kan je na 2 jaar dit nog steeds gebruiken van het is de vorige regering? Ja, kijk, dus dit is inderdaad heel goed. De VES is als de organisatie, hebben vanaf 2014, 2013 zelf, toen ging het nog goed met de economie. Hebben we gewacht gemaakt, hebben we analyses gedaan en erover gepresenteerd van
overheid, je moet nu een pas op de plaats maken, want de prijsuitkering op een bepaald moment gaat dat ook stoppen. De overheid heeft niet geluisterd, dus ja. Er zijn goed foute dingen geweest in de economie en die hebben een pijnlijk resultaat gehad. Pijnlijk resultaat van 2 jaar negatieve groei, ontzettende verarming. De wisselkoers is op een hoog niveau. We zijn gegaan van 7 zoveel naar inmiddels 21. Dat is door foute maatregelen in de afgelopen periode. Maar tegelijkertijd, ik ben geen politicus, nadat een regering 19, zo meteen is het 20 maanden aanzit, moet men ook wijzen wat men doet om die verbetering te brengen. En ik hoop dat het zich dit jaar vertelt in verbeteringen. De vorige regering geeft bijvoorbeeld aan, de stap naar het IMF hoefde niet. Er zijn andere mogelijkheden geweest om de economie te redden. Zijn er daadwerkelijk andere mogelijkheden geweest? Ook hierin is de VES mogelijkerwijs de eerste geweest. We hebben gedurende het verkiezingsjaar 2020 op meerdere manieren die boodschap gegeven van, jongens, de zaak zit zodanig op slot, wij als land gaan er niet meer uitkomen, we hebben assistentie nodig. Let wel, ik zeg niet we hebben geld nodig, we hebben assistentie nodig. Wereldwijd is het IMF hierom bekend dat ze assisteren centrale banken, ministeries van Financiën, om uit veel economische ellende te komen. En voordat deze regering aantrad, toen met de coalitiepartijen, hebben we in juni 2020 een sessie gehad waarin we stelden van deze dingen zullen gedaan moeten worden in de economie. Maar eigenlijk alles begint met een IMF-ondersteuning, een IMF-plan. En het is dus sinds december, vorig jaar zover. Dus het zou eigenlijk, IMF was, zou niet een kwestie zijn van welke regering zou aanzitten. Het was bijna een feit dat... Ja, en in 2016 was het al een voldongen feit. Alleen hebben we wat domme dingen gedaan toen door wel een IMF... programma te hebben, overeenkomst en vrij snel weer ermee te stoppen. Het gevaar is dat, het gevolg bedoel ik, is dat alle problemen die er waren nog erger zijn geworden. Op dit moment heeft de VES de president geadviseerd om het CARICOM-voorzitterschap voorlopig voorbij te laten schieten. Waarom heeft de VES eigenlijk dit advies gegeven? Ja, precies. De Suriname neemt die CARICOM-voorzittershamer over in juli en het zal duren tot en met december. Wat ik zo net al zei, dit is 2022 is een heel belangrijk jaar voor Suriname. We zullen nu uit het dal moeten kruipen. Maar dit is ook een jaar van pijnlijke maatregelen. Het staatshoofd, dat is de belangrijkste autoriteit van het land, moet daarom ook in Suriname zijn. Je kan het niet maken als je pijnlijke maatregelen, moeilijke maatregelen doorvoert dat je langdurig buiten bent. De samenleving wil van dag tot dag een antwoord hebben. En eigenlijk niet alleen de samenleving. We hebben een week geleden meegemaakt dat DNA ook hierover vragen stelde. Van belangrijkste autoriteiten, we zien jullie niet in DNA. Maar dit was toen de huidige coalitie in de oppositie zat, was dat ook een bezwaar voor hun. Dus om die reden, het staatshoofd moet hier aanwezig zijn bij het doorvoeren van een moeilijk programma, moet het volk laten zien dat hij er bovenop staat en ook zijn deel levert van het inleveren. Ja. Want wij gaan dit jaar, ook dit jaar, moeten inleveren. Als de president hier is, kan hij dagelijks de antwoorden geven aan de mensen die daarop vragen hebben, DNA. Ja. En belangrijker nog, weet je, Isab van Oesran Amande, zodra we kiekjes zien van iemand die in het buitenland is, dat direct we denken aan Tori dat hij met vakantie is. Ja. Dat is het laatste wat je wil hebben, if we pina. De president heeft vandaag gereageerd hierop tijdens de persconferentie over het advies van de VES. En we gaan nu even luisteren naar het staatshoofd. Wij zijn ready als land. Ik ben ready als president om CARICOM te leiden. En ik denk dat het een verantwoord besluit is. En dat het een goed besluit is. Dat Suriname CARICOM leidt. Dat de president van Suriname de CARICOM-vergadering leidt. En dat Suriname de verantwoordelijkheid neemt. Niet alleen om nationale vraagstukken op te lossen. Maar Suriname ook verantwoordelijkheden op zich neemt om regionale vraagstukken op te lossen. Om internationale vraagstukken op te lossen. En dat er nu geen ruimte is om aan de kantlijn te gaan staan. En juist in tijd van crisis moet je leiderschap tonen en niet wegdokken en niet weglopen zoals bepaalde organisaties dat misschien doen of misschien dat willen zien van deze president. Niet van deze president. Hij kent zijn verantwoordelijkheid,
and he will act accordingly, zowel nationaal, regionaal als internationaal. Laat het helder en duidelijk gezegd zijn. Zo, hoe heeft u de president ook gehoord? Wat is uw reactie op het antwoord van de president? Ja, kijk, Suriname kan met een voorzitterschap een voorbeeldfunctie vervullen. En die voorbeeldfunctie heeft te maken met alle problemen die er zijn binnen CARICOM. Maar het is een beetje, kijk, als je dus de problemen die er in Suriname zijn, die groot zijn, legio zijn, waarbij dit jaar zo belangrijk is, als je, je hebt je handen al vol aan de problemen in Suriname, als je daar bovenop nu problemen van CARICOM moet oplossen, kan het zijn dat je bij het kiezen soms het Surinaams gedeelte laat liggen. Dus vandaar ook het advies van de VES om voor nu dan de aandacht te geven aan de Surinaamse problemen. De VES heeft in het schrijven aan de staat ook aangegeven dat er in 2024 op een relatiebasis dat Suriname opnieuw weer aan zet kan zijn om het voorzitterschap terug te nemen, wat mochten we dit nu uit handen geven. Dus nogmaals, er is veel wat gebeuren moet dit jaar. Er zijn vele brandjes die geblust moeten worden in Suriname. Als je ook nog gaat bezighouden met alles wat in CARICOM verkeerd gaat, en het is vaak meer dan wat er in Suriname verkeerd gaat, kan het zijn dat je onze nationale agenda even vergeet. De VES blijft dus erbij, de president moet het voorbij laten gaan. Ja, maar tegelijkertijd ben ik als Surinamer trots dat Suriname die hamer overneemt. Let wel, het is niet de eerste keer dat we die hamer overnemen en de agenda kunnen bepalen. Uiteraard begrijp ik na jaren van afwezigheid op een internationaal forum dat je wil laten zien. Maar je moet daarvoor ook wel je huiswerk maken. Om precies te zijn, wat willen wij als land hebben van CARICOM? We kunnen een heel belangrijke bijdrage leveren aan CARICOM. Hoor. Ik ben een trotse Surinamer, ik ben trots op mijn land. Dus ik weet zeker dat Suriname een positief effect kan hebben. Maar omgekeerd, welke positieve resultaten kan CARICOM nu voor Suriname vervullen? Ja. Waarom de VES noemde in haar schrijven 2024, dan hebben we veel van die economische ellende achter de rug. Ja. En zijn we al op een stabiele en groeipad. Dat betekent dat je meer, dat je een breder horizon hebt en voor zich en met rustiger, in een rustiger vaarwater bent om die problemen daarbuiten op te lossen. Dus voor nu zou ik de aandacht geven aan de interne problemen die we hebben als land. Maar tegelijkertijd, je kan niet zeggen als je gevraagd wordt internationaal van hey, ik doe niet mee. Dit hebben we eigenlijk al 10 jaar gedaan. Dus ik begrijp wel dat Suriname haar deel ook wel wil doen. De president gebruikt bewoordingen zoals aan de kantlijn staan. Vindt u dat de VES aan de kantlijn staat? Of kunnen jullie eigenlijk ook op een andere manier een bijdrage leveren? Uit die bewoording heb ik heb gemerkt dat de president heel voorzichtige bewoording gebruikt. Ik heb niet gemerkt dat hij onze organisatie heeft genoemd, of welke organisatie dan ook. Dat woordje mogelijkerwijs is gevallen. De VES, kijk, als je beleid moet beoordelen, en dat is in principe statutair de taak van de VES, als je economisch beleid beoordeelt en becommentarieert, kan je niet deelnemen aan het beleid, want dat maakt je rol niet meer zuiver. Ja. Een beroepsgroep moet daarom ook vanaf, eigenlijk beroepsgroepen zijn altijd vertegenwoordigd in het maatschappelijk middenveld. Ja. De taak van het maatschappelijk middenveld is niet om mee te regeren, maar om te adviseren en te communiceren. En in de praktijk betekent het dat je dus niet in het regeercentrum zit en als anderen zeggen je staat langs de kantlijn, is dat een observatie. Ik observeer het niet zo, want het heet zijn van het vuur, dat voelen wij ook als economen. Ja. Tegelijkertijd zijn wij geen geen beleidsmakers en dus ook niet zij die besluiten nemen, want dat is het politieke. Economen kunnen adviseren van tussen de 3 maatregelen die er zijn, is nummer 1 de meest opportune om uit te voeren. En dan ligt het aan een minister of een politicus, in elk geval de bewindsvoerder, om uit te voeren. De voormalig president, de heer Bouters, heeft opgeroepen voor een nationale dialoog. Denkt u dat zo'n nationale dialoog successen kan hebben op economisch gebied? Kijkt u dus, het is altijd opmerkelijk hoe politici zich gedragen. En het zijn politici, ik kan alleen maar redeneren als econoom. Verschillende politici die praten, die hebben het zelf voor het zeggen gehad. En het voormalige staatshoofd tot voor kort.
Ook in het verleden waren er goede momenten voor dialoog. Mensen zijn daarvoor op straat geweest. Zelf de VES was op een van die momenten op het plein om te vragen om de economische ellende die er toen was en daarna erger zou worden, om dat terug te draaien. Dit is een moment waarop helder is becijferd in het herstelplan en het IMF-plan wat er uitgevoerd moet worden. Er is daarbinnen niet veel dialoog. De dialoog die er kan ontstaan is van hoe je de mensen waar de klappen het zwaarst vallen, hoe je hun ondersteunt via het sociaal vangnet, hoe moet dat concreter zijn. Als het gaat om investeringsbeleid, hoe kan het beter? Dus in het luchtledige bijna zeggen van dialoog, dat vind ik niet helder. Je moet concreter daarin zijn. De VES geeft adviezen richting de regering, maar geeft de VES ook adviezen richting het bankwezen? Want we zien de problemen. De banken komen nu met de 4% die je moet betalen bij valutastortingen. Tegelijkertijd zijn er lege pinautomaten. Welke adviezen geeft de VES richting de banken? Ja, precies. Dus alles wat er gebeurt binnen de economie, is een beoordeling van de VES waard. Niet alleen maar dat wat de regering en autoriteiten doen, maar eigenlijk dat waar mensen dagelijks mee bezig zijn. En dat is geldtorie, bankzaken. Ja. In dit geval hebben we vorige week dinsdag ervoor gekozen om te communiceren en naar de banken, bankiers, en ook naar de samenleving. Dus via ons programma op ABC hebben we gecommuniceerd naar de samenleving dat mensen misnoegen hebben over wat gebeurt. Mensen hebben vragen en die vragen duren te lang. Het enige wat mensen merken is dat er kosten in rekening worden gebracht en dat vindt men niet helder. Dus we hebben op één moment gecommuniceerd naar de banken, maar vooral nog laten zien dat dit is niet wat de VES alleen zegt. Zoveel rekeninghouders, zoveel klanten van banken zeggen dit. Dus banken, bankdirecteuren, kijk ernaar. Omdat jouw bankbedrijf, jij als ondernemer, jij als manager van een bank, hebt er baat bij. Dat er vertrouwen is bij de klant, vertrouwen is in de samenleving. En wat je nu creëert met vage maatregelen, maatregelen die betekenen dat mensen kosten moeten betalen zonder dat dat goed gecommuniceerd wordt, wekt wantrouwen. Want tegelijkertijd zien we dat de verzekeringsmaatschappijen dit ook hebben overgenomen, dat zij ook de 4% in rekening nemen. Zou de VES misschien niet op een of andere manier meer druk kunnen uitoefenen op het bankwezen? Oké, dit is een beetje moeilijkere vraag. Wij zullen het vanaf onze kant proberen. Een collega die ik ken, die zei een paar dagen terug, bedrijf Economie in Suriname werkt op een bepaalde manier dat zodra jij als ondernemer een kosten hebt, ook al is het jouw persoonlijke kosten, reken je dat door naar de klant. Dit klopt weliswaar niet volgens bedrijfseconomieboeken, maar dat is de practice geworden, de praktijk geworden in Suriname. Het is niet goed omdat er zijn problemen in een bepaald deel van het financieel gebeuren, met name banken. Als iedereen die kosten doorschuift naar de klant, dan zit de klant nog steeds met bepaalde zaken, zonder dat verantwoord zij is waarom de kleine man, want de grote man kan het betalen, waarom de kleine man deze kosten betaalt. Trouwens, vorige week dinsdag hadden we het erover van banken hebben een bepaalde reactie gehad van wij maken ook onkosten. Op het moment dat mensen met bakken vol aan geld komen bij ons, bijvoorbeeld SRD's, in dit geval US dollars, hebben we geen ruimte meer om het op te bergen. Dat brengt kosten met zich mee en dat willen we betaald zien. En de vraag is van, wil je hebben dat elke klant dit betaalt? Ook die persoon die $500 komt storten of $200 komt storten, want dat is niet eerlijk. Nee. Je hebt mannen die met 50.000 tot een paar tonnen komen. Moeten zij niet meer van die last dragen, want zij hebben toch die diepere zakken. Klopt. Dus laten we hopen dat de VES wel luistert naar u. En tot slot, komt het wel goed met Suriname? Ja, u bedoelde naar de bankiersvereniging. Ja, kijk, als Surinamer heb ik alle geloof in dat het beter komt met ons land. Maar let wel, geloof daar zal ik niet bij blijven. We zullen onze schouders onder het werk moeten zetten. Willen wij als Surinamers hebben dat het beter komt met ons land, moeten we het niet overlaten voor ministers of een regering en wachten totdat 5 jaren weer verstreken zijn om ons misnoegen te uiten. Wij als Surinamer hebben 2 jaren van ellende meegemaakt. Ja. Het ligt nu aan ons om die schouders aan het werk te zetten, om te gaan ondernemen, om te gaan werken, zodat we vooruitkomen en zodat wij het zelf vertaald zien in onze portemonnee. Er is een herstelplan daar en het IMF-programma. Vooral het doorvoeren van het IMF-programma moet voor een deel zorgen voor verbetering.
Maar die daadwerkelijke verbetering in de praktijk zullen wij met z'n allen mee moeten zorgen. De overheid aan één kant, de samenleving als belangrijkste actor in Suriname, het bedrijfsleven. De VES doet haar deel als maatschappelijk middenveld zonder ooit mee te kunnen regeren, omdat dat eigenlijk niet mogelijk is. Maar wij allemaal, ons collectieve inzet is nodig om vooruit te komen. En goede communicatie tussen alle spelers is een noodzaak hierin. Het is heel belangrijk, deze boodschap, dat als gewoon de regering op papier volgens die grondwet een lied heeft in een land, moet ze alles in samenspraak met de samenleving doen. Omdat wij letterlijk de betalers zijn van de rekening van de overheid of van de regering. De president heeft vanaf zijn aantreden om en bij 6 tot 10 reizen gemaakt. Ziet de VES al eigenlijk de voordelen van al deze reizen? Nee, dat is ook een heel belangrijke concern bij ons. Vandaar ook de vragen recent naar het staatshoofd. Als je jarenlang afwezig bent, Suriname is bijna een paria-staat geworden, laat ik het direct tussen aanhalingstekens zetten, is het dus belangrijk dat je weer op een wereldforum laat zien. En ik ben als geen ander voorstander van investeringen. Investeringen van Surinaamse ondernemers als eerste en investering van buitenlandse ondernemers. Maar let wel, als je geen investeringsbeleid hebt, dan ook al spreek je dagelijks 100 investeerders en ook al zijn ze de rijkste mensen in de wereld, de mensen gaan niet weten in welke sector men moet gaan, welke organisatie men daarvoor moet aanschrijven en hoe lang het zal duren als je een aanvraag doet, dat het in behandeling is genomen en wordt goedgekeurd. Wat men vooral doet, vooral als veel mensen in de wereld kennen Suriname niet, wat doe je dan? Je gaat googlen, toch? Als je iemand niet kent, je stapt op het internet en wat zie je als eerste? We staan heel slecht als het gaat om de Doing Business Index. 162 van de 190 plaatsen. We hebben eigenlijk geen creditrating. Ons land wordt geassocieerd met heel veel ongure praktijken. Ja. Dus wat moet je hebben als land? Een investeringsbeleid. Beginnen bij een investeringswet. Als je dat op zak hebt, is dat het moment om te gaan lobbyen. Want dan weet je precies van in welke sector wil je een buitenlander hebben. Waar precies kan je de Surinaamse ondernemers in de agrobusiness of in de mijnbouw of in het toerisme, want daar gaat het om. ICT, waar kan je ze ondersteunen? Zonder dat gedegen investeringsbeleid is het natte vingerwerk en zoals we weten uit de theorie, niemand komt vooruit zonder te plannen. Als je niet plant, ben je gedoemd om te falen. Nou, meneer De Wipperschat, hartelijk bedankt voor uw komst naar de studio. Heeft u misschien tot slot nog iets eraan toe te voegen? Ja, precies. Ik heb bedankt uiteraard voor dit interview. Ik heb een boodschap naar elke Surinamer en elke Kondremang die kijkt. Nolas Bribi, we zijn een land met heel veel positieve kansen. Die positieve kansen moeten wel goed benut worden via een investeringswet, zoals ik net zei. Maar dit jaar is een heel belangrijk jaar in Suriname. Pijnlijke maatregelen zullen ook nu getroffen moeten worden. U moet er niet van schrikken, maar bepaalde maatregelen, net als if je ziek is, moet je die viesmakende medicijn drinken om beter te worden. Precies zo ook met de maatregelen dit jaar. Als ze doorgevoerd worden, zal het leiden tot verbetering. Een goede communicatie vanaf de overheid naar de samenleving, wat verwacht mag worden. En een eerlijke communicatie is daarom ook gewenst, zodat op het moment dat die dingen daar zijn, dat het geen negatieve verrassing is voor de samenleving, wat kan leiden tot een weerstand. Hartelijk bedankt. Zo hoorde u de voorzitter van de VES, Steven De Wipperschat. En hopelijk komt het goed met Suriname en luisteren de beleidsmakers naar de heer De Wipperschat en de VES. En ook de leden van de bankiersvereniging die ons killen met steeds de andere en nieuwe maatregelen, 4% en noem maar op, die er steeds bij komen.